uit de sloten, dus ik kan weer vissen. Ik weet niet voor hoe lang, want vannacht hebben we toch weer gevroren en morgen krijgen we sneeuw. Maar goed, deze middag kan niet veel fout gaan. Het ziet er goed uit. Ik ga een kilometer of twee van deze sloot afvissen. Ik ben een half uurtje bezig en dit gaat het niet worden. Het is een beetje vissen met hindernissen hier. De kant is heel lastig beloopbaar. En bovendien, door al die afgebroken of afgemaaide rietstengels, maak je heel veel herrie. En daar ben ik niet zo blij mee. En er komt ook nog bij dat het steeds harder gaat stromen. Wat ook betekent dat er allemaal rietstengels langskomen. Ik zal een ander plekje moeten gaan zoeken. Shit. Het is niet beter dan de eerste stek. Ik loop hier wat makkelijker, dat is wel fijn, maar ik zie echt geen teken van leven. Helemaal niks. En dat zie je toch steeds vaker in Flevoland. Dat er bepaalde gebieden zijn waar gewoon helemaal geen vis zit. Niet alleen geen snoek, gewoon niks. Nou, dit lijkt erop dat dit ook weer zo'n sloot is. Ik ben hier voor het eerst en misschien dat ik nog een keer de paaitijd over een paar weken terugkom. Kijken of ze er toch intrekken. Maar nu is het niks. Ik ga op de terugweg met een groene shit. Nou, op de tweede stek was het helemaal niks. Ik ben inmiddels op de derde stek. Ja, helaas. Die kan ik niet laten zien. Vlakbij een weg, zoals je hoort. Daar laten we het bij. En daar vang ik deze mooie vis. Binnen 5 minuten. Zoals het zo vaak gaat, hè. Na het verkassen. Terugzetten. De vorige keer heb ik maar heel kort gevist, want er kwamen twee kerels aan met een motorzaag. Toen dacht ik van nou, daar heb ik geen zin in die herrie. Het is nu een weekje later, ik ben terug in de polder, het is prachtig weer. Ik heb er zin in. Hier maar beginnen. De eerste stek was het helemaal niks. Typisch gevalletje van te mooi om waar te zijn. Denk nou rij naar een ander water, daar lag nog ijs. Eigenlijk ligt er bijna overal nog ijs, heb ik gemerkt. Denk ga hier naartoe, lekker breed en wat dieper en ook nog ijs. Nou, dan blijft eigenlijk alleen het kanaal over hier in de buurt. En dat is wel super taai in deze tijd van het jaar. Nou, ga even nadenken. Allemaal ijs. Ook ijs. Ik heb een plekje gevonden waar geen ijs ligt. Altijd fijn. Alleen ik weet er niks van. Ik weet niet of er snoek zit. Ik ken dit water wel van een jaar of 20 geleden. Maar toen viste ik af en toe op karper hier. Dat was een goede stek toen. Ik weet niet wat het nu is. Nou, vandaag ga ik het hier proberen op snoek. We zullen wel zien.
dit soort vaarten vis ik het liefst. Een meter of 15 breed. In een verlaten polder. Heerlijk. Het weer wordt ook steeds beter, want het begint een beetje te waaien. Nou, ik ben benieuwd of er snoek zit. En of ze azen. Ik ga 2 kilometer afvissen vanmiddag. En ik begin met bruin. Op de terugweg gaat er een groene aan. Ik ben een uurtje bezig. Het valt behoorlijk tegen. Ondanks het mooie weer en de lekkere kabbel op het water, ja, zie ik bijna niks. Ik heb 1 kleintje gemist, een kwartiertje geleden. Ik denk niet dat ik het hele stuk afvis. Ik ga terug, maar dan wel met een groene shed. Ik wens me succes! Bijna thuis, en dan zie ik dat er een wonder is geschied. Er is gemaaid op mijn thuiskanaal. Nou, mooi. Ik ga het even een half uurtje proberen. Je weet maar nooit. Hier nog ijs, maar nu kan ik er weer vissen. En dat is precies wat ik ga doen. Dat is geen snoep. Braast hem in zijn staart, denk ik. Ja hoor. Dat is een hele beste vis. Voorzeker. Nou, 65. Zou het allemaal kunnen. Op de eerste stek ben ik niet verder gekomen dan een brasem. Verbaast me ook niet echt, want het is ook weer zo'n water wat elk jaar slechter wordt. Ik heb er 1,5 uur gevist en ben nu op een andere stek, midden in de polder. Kijken of het daar wel lukt. Thank you.
Nou, die hotspot die bleek helemaal niet zo hot te zijn. Dus ik ben nog maar een eentje doorgelopen de polder in. En krijg gelukkig nog een aanbeet. Ik moet er eigenlijk niet aan denken hoe ver ik nog terug moet nu. Maar ja, het is niet anders. Ik ga op de terugweg hierna. Op de terugweg kom ik weer langs mijn hotspot. Ik denk, nou, gooi er een paar keer in. En bij de tweede worp, kazoom, een klein visje. Nou ja, het is nog lekker weer aan het worden ook. Dus ik ben toch wel tevreden over deze dag. Ik mag terug. Nou, het weer is wat beter geworden. Maar toch, ik wil er eigenlijk net mee stoppen. Want de Exacam batterij is al leeg. Ik ben er al gauw een uurtje of drie bezig. En gewoon helemaal niks gezien. En dan toch ineens duikt deze erop. Nou, ik blijf nog maar even, want misschien ben ik nu pas op de goede plek. Ik ga snel verder vissen. Eindelijk, ik ben weer terug bij de auto. Godzijdank zou ik bijna zeggen. Die laatste kilometer, die was loodzwaar. En niks gezien. Dat hele stuk. Nou ja, het is lekker weer geworden. Dat hield me ook op de been. Maar ik denk niet dat ik hier al terugkom. Ik kwam meestal één of twee keer per jaar in dit deel van de polder. Maar voor één snoek per 2 kilometer en een eind rijden, ja, dat is toch niet de moeite waard, hè? Ik ga volgende keer maar weer eens buiten de provincie vissen. Tot de volgende keer.